In de repetitieruimte aan de Vechtstraat in Os werd woensdag druk gerepeteerd. Bijna iedereen die aan het stuk meewerkt, komt uit Os. Made in Os, zeggen wij zelf ook. De spelteksten hebben de jongens zelf gemaakt. Daarnaast de liedteksten, de composities. Geef voor het bij Os. Rob van Rijmersdal is onze componist. Heeft fantastische muziek geschreven deze voorstelling. De techniek, alle ingrediënten die nodig zijn om deze voorstelling te hebben kunnen bouwen, die komen uit Os. Behalve onze twee spelers uit Gelderland. Maar daar zijn we ook waanzinnig trots op. Het is een onwijs leuk duo. Dat duo uit Gelderland is Ron Bons en Jochem van Gelder. Die laatste is bekend als televisiepresentator. Nu staat hij dus ook op het toneel. Wat wij proberen is om een voorstelling te maken die echt helemaal gaat over de band die opa's, oma's en kleinkinderen hebben. En volgens mij is er in Nederland, zijn heel veel shows, er zijn allemaal familievoorstellingen. Maar er is volgens mij nog niet één voorstelling die echt specifiek bedoeld is voor opa's, oma's en kleinkinderen. Jochem van Gelder is bekend van familieprogramma's als Praatjesmakers en Willem Wever. Zo'n 10 jaar geleden waren die erg populair. Voor kinderen van nu is hij waarschijnlijk een grote onbekende. En dat is eigenlijk ook wel goed, want dan begin je vanaf nul. En dan moet je gewoon keihard aan de bak. En was het vroeger misschien nog wel eens zo dat ze, zeker in de Willem Wever periode, ze zeiden, oh, dat is van tv, dat het beetje eigenlijk al gespreid is. Dat je eigenlijk, het maakt niet uit wat je doet, het is allemaal goed. Nu beginnen we allebei op nul. En nu moeten we boeien. 5 kwartier lang. En dan moet je alles uit de kast. En er is geen enkel moment wat je even kunt verslappen of wat dan ook. Want je doet het samen. Het is samenspel. Het publiek zit vol verwachting te kijken. En die spanning en die dat vind ik het mooie van theater maken. Verboden voor ouders staat zondag dus in Os op de planken. En dat is leuk, zo'n thuiswedstrijd. Het is hier gemaakt en als je dan hier ook tentoon kunt stellen, Dan is de cirkel wel rond. Dan is dat wat van Ossenbodem komt, op Ossenbodem te zien is. Ja, voor ons is dat gewoon een fijn cirkeltje rond is. Verboden voor ouders is zondag om 2 uur te zien in de Lievekamp.